Polshok verspringen is een typisch Hollandse sport. Dat vinden ze ook hier in Madurodam. Om die reden wordt vandaag in Madurodam een miniatuurschans onthuld van het polshok verspringen. Gadegeslagen door tal van mensen uit onder andere Lopik, waar de sport enorm populair is. In Madurodam overbrugt de polshok verspringen een sloot met een stok van 48 centimeter. De aanloopsteiger is een meter lang. De miniatuurschans laat zien hoe het polshok verspringen in Nederland beoefend wordt op verschillende professionele accommodaties in alle leeftijdscategorieën. Amanda van der Geer is 7 jaar oud en komt uit Benschop. Zij had een prominente rol bij de opening van de miniatuur. Zij mocht samen met de lokale burgemeester van de miniatuurstad, Cornel Kuit, de springer onthullen. Haar persoonlijk record is 5,18 meter en dat is precies 25% van het Hollands record van 20,79 meter. En die is in handen van Jacco de Groot uit Kamerik. Want alles in Madurodam staat in een verhouding van 1 op 25. Bijzonder moment, hè? Ja, het is buitengewoon. Dus het is prachtig om daarbij te mogen zijn. En als voorzitter nog nauwelijks iets gepresteerd en dan al zo'n mooi hoogtepunt. Dat is geweldig. Hoe zijn die contacten met Madurodam ontstaan? Ja, die zijn al van een paar jaar terug. Pieter Hielema heeft de eerste contacten gelegd. Ja, puur omdat men dacht, dat is misschien nog niet zo gek. Dan gaan we eens proberen. Nou, dat is een beetje in de vergetelheid gekomen. Maar met het jubileumjaar is dat weer actueel geworden. En zijn opnieuw contacten gelegd. En eigenlijk is men het heel snel eens kunnen worden. Een bijzonder moment dit voor ons uiteraard. Maar jij doet het iedere week, hè? Ja, de burgemeester doet het heel erg vaak. Ik als lokale burgemeester doe het wel eens. Maar het is altijd wel iets bijzonders natuurlijk. Je sport ook zelf graag, hè? Je roeit, maar het polshok verspringen, ja, kan je het een beetje mee vergelijken of niet? Wat ik net hoorde, dat de polshokspringers in de winter keihard trainen, dat is zeker hetzelfde bij roeien. En natuurlijk is elke topsport lijkt in die zin op elkaar. Dat je alles uit jezelf moet halen om records bijvoorbeeld te verbreken. Natuurlijk, er zijn overeenkomsten, maar het is wel een heel ander soort sport natuurlijk. Jacco, daar zitten we dan. Ja. Ja. En daar staat hij. Ja. In Madurodam zitten we, want het is allemaal wat kleiner hier. Je bent een jaar geleden hier ook geweest, toen heb je de plek onder andere uitgezocht. Hè? Waarom is dit een goede, geschikte plek? Ja, we hebben niet echt de plek, maar ik ben samen met Lisbeth gewoon hier een dagje uit geweest. En toen speelde het al wat, dus we zaten zo een beetje te filosoferen, waar kan die goed staan? En hij staat hier en hij staat hartstikke mooi, want hij staat gewoon over een sloot. Nou, dat is de essentie van de sport, je springt over de sloot en dat is ook altijd de uitdaging. Ik hoor dat alles hier 1 op 25 wordt gemaakt. Ik heb hem even net van dichtbij bekeken en je ziet echt dat ze tot de detail hebben gekeken van hoe de sport is. Je ziet dat de springer een band om heeft en je ziet dat de stok en de mix dat niet verkeerd om allemaal kleine details. En dat hebben ze echt heel mooi weergegeven. Dat vind ik altijd springen wel leuk. Ja. Als je kijkt naar de stok, je zei net al eventjes, hij buigt zelfs, hè? Ja, dat klopt. Je ziet doordat de springer erin zit, gaat hij toch iets krom staan. Nou, dat hebben ze hier ook goed gedaan. En inderdaad, ze springen met oranje shirtje. Wat ik al zei, de mikker staat er goed bij. Het water klopt qua afstand. Het zandbed, dat ligt er mooi bij, zelfs met lijntje. Dus dat geeft echt wel een leuk beeld, zoals ik de sport ervaar. Nou, het was eigenlijk heel leuk om te doen, want we gingen tot de vlag, mochten we omhoog halen. En toen kwam een polstok om. Ja, ik kwam aan de post, stond de post ook eigenlijk. En dat was eigenlijk heel leuk om te doen.